Toen ik in groep 5 zat, kreeg ik borsten. Ja. Dat was echt jong. Weet je wel, als vrouwen zijn, dan krijg je als eerste een soort van schijfje. Een soort knopje. Ja. Gaat dan groeien echt op je platte lijf. Ja. En mijn moeder die dacht echt van, mijn kind heeft een fucking gezwel. Want het kan niet, nu al groeien. Ja. Dus was ik naar de dokter geweest. En toen zei de dokter van, ja, dit zijn gewoon borsten die gaan groeien. En toen was mijn moeder echt van, that cannot be right. Dit is een kind. En toen had ik ook als allereerste, moest ik zeg maar echt een BH. Want ik ga die hemdjes dragen, weet je wel. Maar op een gegeven moment komt dat er gewoon uit. Dus toen moest ik echt een BH gaan dragen. Nou, toen werd ik echt gebashed. Ah, serieus? Gym. Nu weet ik dat al die meiden stiekem dachten van, oh, ik wil ook heel graag een BH. Ook, ja. En 9 van de 10 droegen een BH en stopten er een stuk kipfilet in, zeg maar. Zodat ze gewoon een BH aan konden. Ja, echt. Maar toen wist ik dat niet. Toen had ik echt zoiets van, ik schaam me dood. Ja. Weet je? Ik had dat zelfs al in de eerste. Toen had ik ook als een van de eerste een BH. Uiteindelijk keek ik terug dat ik, eigenlijk had ik al hele grote borsten en had bijna niemand dat nog. En ze had mezelf helemaal aangepraat van, nee, is ongeveer hetzelfde als die. Ja. Zodat ik gewoon niet alleen was of zo. Nou, ik had dat probleem totaal niet.